Dat was FNV uitgenodigd zijn voor deze manifestatie. En ik wil naar Alexander mijn dank voor uitspreken. En de complimenten voor de organisatie. Maar ik denk dat het goed is dat je op deze manier laat zien dat je met... Een moment? Is dit niet heel erg pijnlijk voor jullie? Oké. Ik ga hem opheren. Nogmaals, mijn dank met name aan Alexander voor deze uitnodiging en complimenten voor de organisatie van deze bijeenkomst. Ik denk dat het belangrijk is dat zichtbaar is dat er een heleboel mensen in Nederland zijn die willen dat het beter gaat, anders gaat. En ik denk ook de reden dat Alexander mij uitgenodigd heeft is dat hij weet dat we bij de FNV ook een groot aantal dingen willen veranderen. En basisinkomen kan daarbij een instrument zijn. Daar kom ik dadelijk op terug. Vanuit de FNV zijn we al heel lang bezig met een betere, eerlijke verdeling van werk, inkomen en kapitaal. Want daar zitten gigantische problemen. Zelfs in een beschaafd land als Nederland moet je constateren dat het niet goed geregeld is. Als je kijkt naar het kapitaal en je weet dat 10% van de bevolking 90% van het kapitaal en de bezittingen in bezit heeft, is dat volgens ons een klein beetje een scheve verhouding. Dat los je overigens niet 1, 2, 3 met een basisinkomen op. Als je gaat kijken naar het werk wat mensen hebben, dan kun je eigenlijk een soortgelijke vergelijking maken. Want ondanks dat de economie groeit en bloeit als nooit tevoren, volgens sommige mensen, staan er nog steeds 1,5 miljoen mensen in Nederland langs de kant die geen betaald werk hebben. Mensen waar volgens de werkgever een vlekje aan zit, omdat ze te oud zijn, misschien een gedeelte arbeidsongeschikt zijn, of om wat voor een reden dan ook. En je ziet dus dat ook die eerlijke verdeling van werk, die komt niet van de grond. En we hebben wel eens zitten rekenen binnen de FNV. En zou je alle Nederlanders die kunnen en willen werken, betaald werk willen geven, dan mag niemand meer dan 29 uur werken. Want als je gaat kijken hoeveel mensen er zijn, en hoeveel werk er is in uren, dan ben je met 29 uur ben je rond. Maar de praktijk vandaag de dag, dat weten jullie waarschijnlijk allemaal als een hele andere. Werknemers worden gedwongen om overuren te draaien. Met als gevolg dat al die mensen die nu geen werk hebben, weer langs de kant blijven staan. Als je het hebt over het laatste punt, kapitaal, werk en inkomen, dan zie je ook dat het met het inkomen fout gaat. En dat heeft weer te maken natuurlijk met werk. Want in Nederland kennen we het systeem dat als je werkt dat je een inkomen hebt. En als je niet werkt, nou ja, heb je geen inkomen of je bent afhankelijk van een uitkering. Maar wat we dus zien met betrekking tot dat werk, zien we dat voor ongeveer 2/3 van de mensen in Nederland dat het eigenlijk best wel aardig geregeld is. Die hebben een vaste baan, hebben een goed inkomen, gaan op vakantie en ja, die hebben eigenlijk niet veel te klagen. Maar er is toch ruim 1/3 van de bevolking in Nederland die daar alleen maar van kan dromen. En dat zijn de mensen met de flexbaantjes, de oproepkrachten, de mensen die eigenlijk het vieze vuile werk doen en geen enkele zekerheid hebben met betrekking tot hun inkomen. Die vandaag niet weten of ze morgen werk hebben. Die niet weten of ze volgende maand een inkomen hebben. En daarom eigenlijk ieder moment van een uitkering afhankelijk zijn, het andere moment van een inkomen. En dat door elkaar heen, dat geeft zo'n eierpan, dat mensen daar hartstikke in verdwalen en vastlopen. Maar je ziet het ook bij bijvoorbeeld de ZZP'ers. Ook daarbij zie je dat er hartstikke veel verborgen armoede is. Kom daarmee terug op wat een basisinkomen daarvoor kan betekenen in ieder geval.